ouder zet ik dan inbroek even in het adoptiecenter. En ik ben het allerlaatste kindje hier zo. En ik ben nog steeds niet geadopteerd. Allerlaatste? Hallo? Wie ben jij nou weer? Zoe. Jij bent Zoe. Wie is Zoe nou weer? Jij? Dat ben ik. Dat is mijn naam. Ik ben Dennis. Wacht, ik probeer uit te klimmen. Kan je mijn handje helpen? Kom maar, hier, kom maar. Oké, wow. Mijn kleding is hartstikke vies en ik steek misschien een beetje, sorry. Wel een beetje, ja, godverdamme. Maar Zoe, aangenaam kennis te maken. Mijn naam is Dennis en jij bent echt mega klein vergeleken met mij, zoals je kan zien. Hoezo, dat valt echt wel mee. Nou ja, je bent wel een beetje een ukkie, maar jij hebt ook een beetje een outfit aan als wat ik aan heb. Alleen die van jou is net wat duurder. Ik kan het wel uitleggen. Mijn naam is Dennis en ik kom uit niet echt een hele rijke familie. Namelijk een best wel arme familie. En mijn ouders, die hebben me achtergelaten. Het is best wel een droevig verhaal. En als ik over nadenk, moet ik toch best wel soms huilen. Maar ik ben hier al een hele lange tijd zo hier bij het adoptiecenter. En ik ben nog nooit geadopteerd. De meeste ouders die hier komen, kiezen altijd alle andere kinderen. Maar jij bent hier dus ook nog. Het is wel cool om gewoon iemand anders hier te zien, Zoe. Ik dacht het wel. Denk je ooit dat we geadopteerd gaan worden door ouders? Ik hoop van wel. Je moet altijd hoop blijven houden. Dat is waar. Ik mag jou wel. Je bent wel echt een cool iemand. Jij ook. Meestal speel ik hier in mijn eentje bij dit gebied natuurlijk met deze knuffel. Dit is Bumpus. Wow, wat leuk. Ja, die is echt mijn beste vriend. Want ik heb niet echt andere vrienden naast Bumpus. Wij kunnen wel vrienden worden. Wil je dat echt? Wil je vrienden met me worden? Dat is goed hoor. Oh, maar dat zou ik echt mega vet vinden als je dat wil. Alleen, wat dan als we zeg maar worden geadopteerd? Stel, er komen wel ouders en ze gaan ons adopteren. Wat nou als ik naar een andere familie ga? En jij gaat ook naar een andere familie. We zien elkaar nooit meer. Nee, we moeten ervoor zorgen dat we samen geadopteerd worden. Dat zou echt perfect zijn. Maar wat kunnen we daaraan doen? We kunnen doen alsof we een soort van broer en zusje zijn. Terwijl we dat helemaal niet zijn. Is je favoriete kleur toevallig roze en paars? Ja, toevallig wel hoor. Oké, ik weet niet of je kan zien wat mijn favoriete kleur is. Je mag het raden. Even kijken. Ik denk... geel. Ja, dat klopt. En ik hou van eendjes. Eendjes zijn echt mijn favoriete dieren. Ja, die zijn echt leuk, hè? Kijk maar naar mijn rugzakje. Wow, je hebt gewoon een eendenrugzak. Ja, mooi, hè? Die is mega vet. Zoe? Ja? Kijk eens opzij. Ik zie daar helemaal een limousine. Oké, Zoe, laten we ons verstoppen. Jacht, ja, waar staan we? Oké, we moeten hier verstoppen. Hallo, is hier iemand? Zoe, verstop je. Ik zie niemand, Sam. Nee, ik ook niet. Ik hoop dat ze weggaan. Ik wil niet dat we alleen worden geadopteerd. En dat ik je kwijtraak. Hey, nee, daar is een klein eentje. Hallo? Gaga! Hallo? Hé, wat ben jij schattig, zeg. Zoe, kom maar tevoorschijn. Oké. Wie zijn jullie? Ja, ik ben Anna. En ik ben Sam. En hoi, Sam. Waarom zien jullie er zo cool uit? Het lijkt al heel erg rijk. Inderdaad. Ja, wij zijn ook heel rijk. Wow, en willen jullie iemand adopteren? Ja, we willen een klein kindje adopteren. Sorry, kan ik even spreken? Ja, dat is goed. Hoorde je dat? Ja. Ze wilden een klein kindje adopteren. En een klein kindje, dat betekent één kind en niet twee. Cies. We moeten ze overhalen, oké? Jij moet heel erg lief gaan kijken naar ze. En dan ga ik wel een verhaal doen. Is goed. Sam, dus jullie waren op zoek naar één kind? Ja. Nou, is het niet mogelijk om ons allebei te adopteren? Zowel Sam als kindjes. Ik? Ja, want wij zijn zeg maar... Ze worden echt te druk. Ja, maar wij zijn broertje en zusje. Moet jij nou kijken? Kijk haar nou in de oogjes aan. Jullie lijken niet echt alleen je achterblijven. Hoe bedoel je, we lijken niet op elkaar? We zijn echt sprekend hetzelfde. Kijk maar naar mij. We hebben dezelfde rugtas, toch Zoe? Oh, wow. Alsjeblieft. Oké. Ik wil niet alleen blijven. Nee, en ik wil niet zonder mijn zusje, oké? Zullen we gewoon beide doen dan? Oké dan. Yes! Dus dat betekent dat je nu niet meer oma heet? Mama. En jij bent niet meer Sam, maar jij bent papa. Wat gaan we doen? Want we zien er niet zo heel erg fris uit. Ik moet bekennen dat ik niet uit een hele rijke familie kom. Ik heb namelijk deze kleding gevonden in een vuilnisbak. Nou, nu hoor je wel bij een rijke familie. Wow, een rijke familie? Weet jij wat het is, Zoe? Een rijke familie? Ja, een rijke familie. Die hebben heel veel geld en zo. Heel veel geld? Mooi eruit zien ook. Ja. Wow, ja. Is dat allemaal diamant om hun nek? Mama? Ja, zeker. Wow. Voordat we gaan, mag ik nog iets pakken alsjeblieft? Ja, tuurlijk. Oké, ik moet Wumpus pakken, Zoe. Wumpus moet met me mee naar mijn nieuwe huisje. Oké, zo, perfect. Snap ik. We kunnen gaan. Ik ben er klaar voor. Nee, top. Dan gaan we naar de auto. Naar de auto, oké. Zoe, je hebt ook je knuffeltje bij me. Ik kan het gewoon niet geloven. We worden eindelijk geadopteerd. Ja, wow. Moeten we naar de limousine?
Jeetje. Stap maar in. Ja. Oké, ik was erin. Wow, Zoe, dit is echt mega vet. We zitten gewoon in een machine. Oké, dit is echt heel erg cool. Papa, mama, waar gaan we naartoe? We gaan eerst naar huis. Kunnen jullie even opfrissen? Eerst naar huis? Maar als we willen opfrissen, moeten we dan niet eerst naar de kledingwinkel? Ja, we gaan eerst even douchen, anders stinken de kleren. Oké, dat is waar, mama. Laten we naar huis gaan. We zijn er. Sam, doe jij de garage open? Zoe, zie je dat huis? Ja, ik zie het. Jeetje. Dit is echt mega. En wow, een dubbele garage. Ik kan niet wachten om het huis te zien. Dit ziet er zo vet uit. Een eigen sportschool? Ja. Oké, ik ben alleen wel te jong om te sporten. Zoe, ik denk niet dat het heel erg slim is om hier op te gaan sporten. Ik bedoel, oh nee. Oh nee, 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 Oké, dat scheelt echt niks. Dat scheelt echt niks. Maar wow. Mooi uitzicht, hè? Dit huis is echt mega. Wat een villa is dit. Mogen we het huis zien? Kunnen jullie een rondleiding geven? Ja, zeker. Bumpus, moet je kijken wat voor huis we hebben. Kijk, we hebben hier een slaapkamer. En wie slaapt hier? Mag ik hier slapen? Nee, ja, hoor. Slapen. Zoe was Zoe slaapt hier. Dit is echt mega vet, dit huis. Hebben jullie hier Zoe haar privébadkamer? Wow. Zoe, dan kan je hier gewoon zelf opfrissen met een spiegel en een kraan. Met allemaal vers water. Kan hier gewoon water drinken. Wat hebben we nog meer hier in het huis? Kom maar mee. Dit is echt mega vet. Dan hebben we hier Dennis. Dit is jouw kamer. Yay! En dit bed is zo lekker. Oh, ik kan hier slapen. Ik ben verstopt onder de deken. Niemand kan me vinden. Waar ben ik? Ik zie je wel, Dennis. Oh, je ziet mijn pluimpje. Oké, ik ben er alweer uit. Kom, we gaan weer door. Is het huis nog groter? Ja, tuurlijk. We hebben hier nog een keuken. Wow. Dit is een mega bed. De woonkamer met een mega tv. SpongeBob! We gaan geen SpongeBob kijken. We gaan eerst nog even door. Alsjeblieft. Misschien zo. Oké, en wat wil jij kijken, Dora? Zeker, Zoe? Ja, zeker. Oké, maar wat hebben we er nog meer? Wauw, een zwembad! Oké, ik kon niet zo goed zwemmen. Misschien moet ik dat beter niet doen. Oké, laten we naar boven gaan. Dan hebben we zelfs een computer. Ja, tuurlijk. Daar kan je Minecraft op spelen. Minecraft? Oké, dat is heel erg open haard. Oké, dat is wel gevaarlijk. Dat is heel erg heet. Zoe, kijk uit. Het uitzicht. Het huis is echt mega groot. Dit is echt een mega villa. Ik kan niet geloven dat we hier gaan wonen. Is dit mijn badkamer of is het jullie badkamer? Het is gewoon een algemene badkamer. Oké. En wat hebben we nog meer hier? Wat is dit voor kamer? Nog een slaapkamer. Ja, dit is onze slaapkamer. Wow. Jullie hebben uitzicht over de hele stad. Gewoon over heel Brookhaven. Ja. Wow, dit is denk ik echt het duurste huis wat er is in deze stad. Alleen, ja, dat klopt. Pap en mam. Ja. Je weet al dat de stad jullie kan zien douchen hier. Ah, nee, we zitten veel te hoog, joh. Dat zien ze niet. Oh ja, dat is waar. Niemand kan het zien vanaf beneden. Ik ben echt super blij dat jullie ons hebben geadopteerd. Toch, Zoe? Ja, zeker weten. Nee, dat is mooi. Is dit alles van het huis? Je hebt hier nog een kamer. Nog een slaapkamer. Ja. Jeetje. Mega veel slaapkamers. En een trap naar beneden. En dan komen we hier aan bij een extra plek waar je kan zitten buiten. Naast het zwembad. Alleen, moeten we ons opfrissen? Ja, gaan jullie maar even douchen. Oké. Hebben jullie ook nieuwe kleding voor ons of dat niet? Nee, die gaan we zo meteen halen. Oké, dan ga ik me opfrissen in mijn kamer en dan zie ik jullie zo meteen, oké? Heel goed. Oh, Zoe. Het huis is echt mega. Ja. Mega. Ik ben zo blij met onze rijke ouders. Jij ook? Precies. Ja, en hoe? Ik kon het gewoon niet geloven. Oké, dit was jouw slaapkamer, Zoe. Ik moet naar mijn slaapkamer. En ik denk dat ik dan even boven ga opfrissen. Ik zie je zo. Zo, de badkamer in. En natuurlijk als eerste zo even mijn handjes wassen. En laten we denk ik dan maar gaan douchen. Moet ik de deur zo op slot doen? Oh, dat is het licht. Oké, zo, de douche aan. En dan gaan we. Zo, even wassen. Want ik heb nog niet echt nieuwe kleding. Dus ik denk dat ik maar met de kleding aan gaan douchen. En allemaal bubbels. En deze douche is tenminste lekker warm. Allemaal warm water. Want dit was echt mega fijn. En een toilet. Misschien dat ik die ook even moet gebruiken. Zo, even hierop zitten. Oké, zo. Grote boodschap ook weer gedaan. Handjes wassen naar het plassen. Zo, ik ben klaar. Dan ga ik denk ik maar beneden wachten tot we iets aan kleding gingen kopen of iets. Ik heb geen idee waar ze het over had. Mam, ik ben opgefrist. Ik heb alleen nog niet echt een ander outfitje, maar dat zouden we gaan regelen of iets, toch? Ja, klopt. Ik denk dat we alleen moeten wachten op Zoe, dus ik wacht hier wel. Oh, daar wel. Is Zoe. Wow, dit ligt zo lekker. Oh, hoi Zoe. Ah, zo, oké. Laten we naar de auto gaan. Oh, ik ben zo benieuwd wat we gaan doen. Oké, instappen. Ik zit. We kunnen gaan.
Iedereen zijn gordel vast? Ja, ik heb mijn gordel vast. En ik heb Bumpus ook bij me. Oké, laten we gaan. Nou, we zijn er. Oh, dat was echt een mega lange rit. Ja, Rockstar, is dat een kledingwinkel? Zeker. Dit is de jongensafdeling. Oh, en dit is de meisjesafdeling. Wat ga ik aan? Ik ga deze broek aandoen. Nee, deze vind ik niet zo mooi. Deze ook niet. Deze ook niet. En perfect! Oh, dat ziet er mega vet uit. Pap, mag dit als outfit? Is dit goed? Ja, dat is super leuk. Oké, ik vind hem ook echt mega vet. Want de geel is echt mijn lievelingskleur. Alleen, wat heeft Zoe aan? Ik heb deze grijze broek. Wow, en een hele leuke trui heb je eronder. Ja. Een soort van shirtje. Oké, dit is ook echt perfect. Mogen we alsjeblieft dit hebben, mama? Alsjeblieft. Goed, ik zal even rekenen. Oké, dan gaan wij alvast naar de auto, Zoe. En Zoe, zag je dat net ook waar we langs kwamen? Aan de overkant is een ijskoopwinkeltje. Zullen we vragen of we ijsjes mogen? Mam? Ja? Mogen we misschien een ijsje halen bij de ijskoopwinkel? Ik heb nog nooit een ijsje gehad. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Eén ijsje. Oké, dat is goed. Oké, laten we gaan zitten. Wow, ik ben ook zo blij met mijn nieuwe outfit. Het ziet er echt cool uit. En jij ziet er ook cool uit, inderdaad. Zoe. En we ruiken allebei ook weer echt super lekker. Ja, we zijn er. Yes! Mag ik één bolletje of twee? Nou, zoveel als je wil. Zoveel als ik bubblegum! Ze hebben bubblegum ijs. Oh, die wil ik ook, die wil ik ook. Oh, dit is zo lekker. Nom, nom, nom. Ik hou ervan. Ik heb echt de allerbeste ouders ter wereld. Oh, wat is dit hier? Wow. Mogen we hier naar binnen? Een paar spelletjes. Dat zou echt erg cool zijn. Wow, oké, we kunnen gewoon spelletjes spelen. Oké, ik ga op deze motor. Oké, dan gaan we. 3, 2, 1. Pew, pew. Wow. Ik sta volgens mij eerste, zo. Ik sta eerste. Wow, op een gele motor. Dit was echt super vet. En volgens mij wil papa ook spelletjes doen hier, zo. Ben jij aan het spelen, pap? Een tankspelletje? Jazeker. Zie je maar, Zoe. Spelletjes zijn niet alleen maar voor kinderen. Ouders vinden het stiekem ook wel leuk. Want volgens mij speelt mama ook een spelletje daar, zo. Ja, ik zie het inderdaad. Wat ben jij aan het doen? Is dat Minecraft? Nee, dit is Mario. Mario? Mario? Ja, super leuk. Alleen, ik ben een beetje moe. Gaan we naar huis of moeten we nog wat eten ergens? We moeten nog wat eten. Ik heb echt mega veel honger. Oké, laten we maar avond gaan eten dan. We zijn er. Was die rit toch niet? Ik was in slaap gevallen. Maar ik denk dat het tijd is om te eten bij Brooks Dinner. Het ziet er wel heel erg vet uit. Oké, laten we maar binnen gaan. Nou, kies maar op tafel uit. Mogen we hier? Dit is wel een leuke plek. Wat voor eten hebben ze hier? Volgens mij patatjes, hamburgers, pizza. Ik ga het zelf pakken. Ik zie hier eten. Oké, ik breng me al het eten. Kijk eens aan. Zo, eten voor jou. Eten voor jou. Eten voor jou. En ik wil het anders. Dankjewel, ik hou hier niet van. Ik neem deze kippenbootjes. Die zet ik daar neer. Perfect. Oh, eet smakelijk iedereen. Het was echt een leuke dag. En ik ben jullie heel erg dankbaar, papa en mama, dat jullie Zoe en mij hebben geadopteerd. Ja, en Dank jullie wel. Dat vind ik super leuk om te horen. En daarna gaan we naar huis, toch? Want ik ben wel een beetje moe. En volgens mij valt Zoe ook al bijna in slaap. Ja, wel een beetje, wel een beetje. Oké, laten we hierna naar huis gaan. Oké, dat is goed. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei! Doei.